Jos, je hebt het verhaal uh, inmiddels al tien keer uh, moeten delen met, uh, met de pers. Enorm uh, frustrerend. En hij past uh, ja, eigenlijk bij de laatste anderhalf jaar, denk ik. Hè? Ja, als je kijkt, ik heb geen aantallen. Maar als je kijkt hoe vaak de ploeg ergens 1-0 voorgekomen is. Hoe vaak ze beginnen goed met lef, met goal maken. Maar om toch om de oren te krijgen. Of het nou gelijke spelen zijn die Nederlagen werden. Uh, of zoals vandaag weer dat je als voor staat. En denkt, nou met een kwartier te gaan. Dit wordt de ommekeer. Ja, en dan twee goals weer echt letterlijk weggeven. Ja, dat is zo extreem frustrerend. Want ze niet in de inzet, ze niet in hard werken. Maar weten wat er wordt gevraagd over je lijkmentaliteit. Het winnen van de duels die je moet winnen. Het niet weggeven van een vrije trap. Het dekken van je man. De bal aanvallen. En die dingen zijn bepalend voor de stand. En als je dat vaak genoeg fout doet, dan sta je waar je staat. Het Zoveel is zoveelste keer dat we het uh, ja, weggeven. Ik denk dat we het niet eens verdienden. Maar ja. Um... Ik kom wel 1-0 voor en uh, ik moet zeggen dat we wel best aardig wat kans hadden, maar dat kwam meer uit uh, toeval voorzetten dan, uh, ja, dan echt goed voetbal. Maar ja, als je, wat ik zeg, als je als je kwartier volstrijd 1-0 voor staat in de, in de belangrijkste wedstrijd eigenlijk, uh, ja, je moet winnen. En, ja, hoe we het weer weggeven, is echt ongelooflijk. Het is inderdaad uh, misschien wel typerend voor, voor het seizoen, want je verwacht misschien dat je een boost krijgt na, na zo'n doelpunt, dat je, dat je die overwinning over de streep trekt, maar dan sluipt er weer iets in de ploeg, hè? Ja, het, het sloopt er al van het begin af aan in, dat we, ja, dat we nog niet goed, uh, niet goed speelden. En, uh, ja, wat ik zeg, als je, je moet gewoon een kwartier tegenhouden en uh, weet ik, die ballen gewoon wegrossen. En, uh, ja, het gebeurt nu weer zo vaak, dus ja, het is ook geen pech. We doen het als staf en spelersgroep samen, we verliezen samen, uh, maar karakter is wel bepalend op zulke momenten. Kan jij in minuut 92, 30, wat denk ik denk was, denken, oké, okay, dit is een vrije trap, maar wat er ook gebeurt, deze bal komt nooit door mijn zone heen. Of Mijn man gaat nooit koppen. Wat er ook gebeurt, ik kop die bal weg. Ja, of loop je achteraan. Ja. Want 1-1 was je natuurlijk ook niet blij geweest, maar dat je hem nog verliest, ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal een drama, hè. Ja, en ik moet zeggen, we kozen er zelf voor om uh, bij de 1-1 met twee extra spitsen te gaan spelen. Achterin 1 op 1, dan neem je risico. Als dat dan leidt tot een tegengoal, is dat heel zuur. Maar dan weet je dat dat de prijzen die je betaalt voor het risico nemen. Je gooit het open, je komt dan met ook een als het met snelheid bijvoorbeeld in grote ruimtes terecht. Ja, dat kan. Maar dat je hem zelf weggeeft zo'n vrije trap. Weten dat ze met Diemus daar een heel groot wapen hebben. En dat je dan zo voor de goal verdedigt. Ja, dat heeft niks te maken met het scenario alles of niks. Maar met mentaliteit. Want ook in de eerste helft geven we een paar vrije trappen weg waarbij we kopkansen weggeven. Moeten We gewoon afwachten. In de rust aangegeven: val de bal aan. Ga niet staan stil, stilstaan op je voeten, maar stap je voorvoeten. Ga naar de bal toe. De zone voor jou is voor jou. Ja, en dan is het laatste bal van de wedstrijd precies zo'n voorbeeld. De bal komt in onze zone. We moeten de bal aanvallen, maar we laten het weer gebeuren. Laten we gewoon een keer proberen, uh, vooral thuis, om nog ja, gewoon een met ze te winnen. En dan, uh... Dan zie je wel uh, wat er gebeurt, maar ik denk niet dat je nu moet praten over uh, het, het gat is nu acht punten, het gat is nu negen punten. Dat, uh, laten we dat maar even in de, in de koelkast zetten. Ja, die kan je heel lang over praten en allerlei vragen beantwoorden over de genadeklap en is het klaar of niet. Uh, hoe verder is er maar één antwoord op en uh, dat is Twente. Zondag hebben we Twente. En wat er ook gebeurt op de stand, uh, alles wat je als sportman doet moet je al je eigen trots hebben. Om dat zo goed mogelijk te doen, elke dag, elke wedstrijd. Voor jezelf, voor je team, voor je club, voor je fans. Dus uh, uh, los van de dramatische stand en de gevolgen van vandaag, ben je naar iedereen toe verplicht. Maar ook zeker naar jezelf, naar je eigen eergevoel toe, om zondag weer te staan. Wat er dan verder allemaal gaat gebeuren op de stand, dat is uh, eigenlijk een tweede pas. Daar heb je geen invloed op. Je moet zelf zorgen dat je weer staat zondag. Wat ik zeg, niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor je club.